Hey, even jouw voorspellend vermogen. Ik ben wel nieuwsgierig. Je bent een steenbok. Die zijn altijd wel goed in voorspellen. Is het zo? Ja. Morgen, kijk, deze podcast wordt later uitgezonden, maar morgen is de uitspraak alweer. Ja. Maak toch eventjes aan de ziener van de heuvel. Wat verwacht jij morgen als uitspraak? Ik vind dat buitengewoon lastig. Ik heb toevallig vanochtend, voordat ik naar jou toe ging, mijn column geschreven voor de krant van morgen. En ik heb daarin eigenlijk de drie mogelijkheden geschetst. Het kan natuurlijk een algehele vrijspraak worden op het moment dat de rechtbank niets bewezen acht. Die kans acht ik klein. Omdat er best wel stevig, het is niet overvloedig bewijs, maar het is best wel stevig bewijs. Met name in de moordzaak van Thomas van der Bijl en Kees Houtman. Ja. Daar is Dino Sorel, een medeverdachte of een medeveroordeelde inmiddels, van, want hij is tot levenslang veroordeeld van Holleder al, die zit daar al voor vast. Mm-hmm. Sorel wordt samen met Stanley Hillis en Holleder een soort driemanschap verweten. Ja. Maar de rechter zou ook, dat zegt het OM, maar de rechter zou ook heel goed kunnen zeggen, ja, die rol binnen dat driemanschap mag er misschien wel zijn geweest, maar de rol van Holleder was veel kleiner dan de rol van die andere twee. Wat hij zegt al. Hij zegt dat. Mm. En sterker nog, ik geloof ook best wel dat hij daar een punt heeft, of althans dat zijn advocaten daar een punt in hebben. Wat doet de rechter daarmee? Zegt de rechter dan, ja, maar je was erbij, dus je bent erbij. Dus je krijgt, net als Dino Sorel levenslang. Maar een rechtbank, en deze rechtbank, en met name de voorzitter, is in zeg maar, de hele opstelling tot nu toe en in de vraagstelling, vind ik tamelijk eigenwijs. En dat, in positieve zin bedoel ik dat. Ja. Dus die kan ook zeggen van nou, we geven je de maximale straf, de maximale tijdelijke gevangenisstraf, en dat is 30 jaar. Dat zou kunnen, of 25 of 30 jaar. Dat is een mogelijkheid die ik niet uitsluit voor morgen. En als de rechtbank helemaal de OM volgt, dan krijgt hij levenslang. Wat overigens betekent, dat weten niet heel veel mensen, dat in Nederland tegenwoordig niet meer echt levenslang is. Nee. Na 25 jaar mag iemand dan... Maar dan is hij bejaard of niet meer onder ons. Nee, ik heb uitgerekend dat als dat het geval is, dan is hij 81. Ja, ja. En dan zou hij voor het eerst een verzoek tot verlof mogen doen. Of een verzoek tot resocialisatie aan een speciale commissie. Wat vind jij zelf van die Holleder-adoratie die er in dit land is? En daarmee bedoel ik... We kunnen bijna niet zonder hem. Hoe lang dit al gaande is en... TV-programma's die dagelijks hierover berichten. Dat heeft toch iets dubbels zo? Ja, ik heb me daar wel altijd over verbaasd. En dat klinkt misschien raar uit mijn mond, omdat ik natuurlijk zelf enorm veel over Holleder altijd heb geschreven. Ja. Maar niet op een manier waarin zijn daden worden verheerlijkt of zijn persoonlijkheid. En dat is me ook niet altijd in dank afgenomen. Dus ik vind ook dat, ik heb me daar ook over verbaasd. Met name in die periode tussen 2012 en 2014. Toen hij een soort nationale volksheld leek te gaan worden. Ja. Van die stal van de rijken en gaf aan de armen. Nou ja een soort Robin Hood van de onderwereld die op het goede pad is gekomen. Maar ik vind wel dat iedereen eraan mee heeft gegaan. Wat vind jij bijvoorbeeld in Twan Huis die... Sorry, ik heb even... wil jij trouwens een koffietje nog? Ik heb nog een beetje. Ja, maar wil je er nog geen? Als het is, het is een heerlijke cappuccino. We gaan gewoon even naar beneden zwaaien. Ik hoop dat iemand het ziet. Ja. Koffie, ja, ze begrijpen het. Dat is heel goed. Goed, het is een goede medewerkers hoor. Ja, mooi. Nee, maar daar zit Holle daar bij het Van Huis, bij College Tour, als een soort, als een held. Ik kan het echt niet anders bedenken. En dan kijkt daar dan een jongen die zo halverwege het programma eigenlijk hele goede vragen stelt. En Holle op dat moment... hilarisch reageert. Ik kan het niet anders zeggen. Je serveert hem af. Ja, maar ik moet je ook zeggen, dat vond ik dus best wel erg aan mezelf. Ik lag helemaal in mijn buik, hoe hij dat deed. Ja. En ik kreeg bijna zwak dan voor de man. Ja. En dan denk ik, jeetje, wat een naar gevoel dat ik een zwak krijg voor hem. Ik vond hem grappig. Ik vond hem charmant. Ja. Hij is charmant. Ook nog eens. Ja. Dus ja, die man heeft al die kwaliteiten dat je het ook nog eens een leuke kerel vindt als je naar hem kijkt. Dat je denkt, jezus, wat is dat een markant persoon. Maar iedereen doet daar maar aan mee. Dus mijn vraag aan jou is, wat vind je ervan dat Twan Huis ervoor kiest, samen met de redactie van de NPO, publieksgeld, om,
Holleder zo'n podium te geven. Er zijn heel veel discussies over geweest, maar ja. Wat vind je er nou echt van? Nou ja, ik heb daar al het een en ander over gezegd. En ik vond dat een hele ongelukkige keuze. Ja, maar dat vind ik een ongelukkige keuze. Ja, maar ik ben daar erg hard over geweest. Ja. Omdat ik het niet vond kunnen dat een podium wordt gegeven aan iemand die eigenlijk college moet geven aan een groep studenten. Ja. Van wat hij goed heeft gedaan in het leven. Die moeten een aansprekend voorbeeld zijn. Die moeten een bron van inspiratie zijn voor studenten. Die moet iets over zijn vakgebied of over zijn wetenschap vertellen. En dan moet je daar geen grote boef neerzetten als Willem Holleder. Daar heb ik altijd bezwaar tegen gemaakt. En dat bezwaar is eigenlijk wel bevestigd door gewoon het hele verloop van de uitzending, hoe dat gegaan is. Maar vind je niet gewoon dat degene die daarvoor verantwoordelijk was gewoon ontslagen had moeten worden? Ja, kijk, ik... Nee, dat vind ik niet. Nee? Ik denk dat... Ik vind dat wel namelijk. Nou, ik vind dat degene die daarvoor verantwoordelijk is geweest, en of dat nou de eindredactie, de presentator of de redactie is geweest om die keuze te maken. Mm. Ik denk dat die inmiddels wel genoeg gestraft zijn. Want de kritiek blijft tot op de dag van vandaag aanhouden. En hoe lang is dit geleden, die uitzending? Ik denk inmiddels 6 of 7 jaar. Ja. Dat verdwijnt nooit meer van het blazoen van het Van Huis. Nee, maar dat moet op een gegeven moment... Kijk, hij heeft dat gedaan. En ik blijf het een ongelukkige keuze vinden. Ja. En ik... Misschien dat je er ook aan refereert, omdat toen natuurlijk het eerste deel van die uitzending met name ging over een brief die ik had geschreven aan Holleder met het verzoek om een interview te Nee, jij kreeg er van langs in dat interview. Ja, dat vond ik helemaal bizar. Kijk, in Holleder bijvoorbeeld, waarom zou hij daar niet zitten? Ik bedoel, hij deed het nog heel aardig ook. Dus, ja. Maar... Hoe Twan Huis op de schoot ging zitten van Holleder en die brief van jou dan als voorbeeld nam en dat eigenlijk kritiekloos liet gebeuren. Nou, dat vond ik zijn nederlaag, terwijl ik een hele goede interviewer vind en charmant. Maar toen dacht ik, jezus, wat is dat triest. Maar wat ik eigenlijk, ik vind altijd de mensen die onzichtbaar zijn, die uiteindelijk hier toch wel hun goedkeuring voor geven. Ik weet niet eens wie degene is die dit heeft geaccordeerd. Dan denk ik, je moet toch ergens een hersenbeschadiging zijn geweest om dit te accorderen. En daar gewoon blijven zitten. Ja. Ja, wat mij ook verbaast is dat wat ik raar vind, is dat gewoon die fragmenten ook niet meer terug mogen worden gezien. Nee? Als je die opvraagt bij de NOS dan, de NPO, dan krijg je 0 op request. Maar wie was daarvoor verantwoordelijk voor college tour? Dat is de toenmalige zendercoördinator of zenderdirecteur geweest. Ik weet ook net niet eens wie dat is. Nee.